je hier bent. Dat betekent waarschijnlijk dat jij iemand wil nomineren om koning voor één dag te worden. Nou, top idee! Ik ga jou nu vertellen hoe jij kan zorgen dat iemand ook echt genomineerd wordt. Het eerste wat je nodig hebt is een foto van deze persoon. Dus heb je die foto al? Perfect! Maar als je hem nog niet hebt, ga even naar je buurman, naar je buurvrouw, naar degene die jij wil nomineren toe en zet hem vast op de gevoelige plaat. Heb je dat gedaan? Dan post je deze foto op je Instagram-account of op je Facebook-account. Nou willen we graag weten waarom jij vindt dat deze persoon koning voor één dag moet worden. Dus schrijf dat er even kort bij. En als je dat hebt gedaan, dan zijn er nog drie dingen erg belangrijk. Ten eerste, plaats je een ad, oftewel een apenstaartje, met daarachter koning voor één dag. En koning voor één dag schrijf je gewoon uit, behalve de 1. De 1 is een cijfer. Daarnaast plaats je ook een hashtag koning voor één dag. En tot slot willen we heel graag weten uit welke buurt deze nominatie komt. Dus je plaatst ook nog een hashtag teken met daarachter je buurt. Mocht jij nou niet zo helemaal precies weten in welke buurt je woont, ga dan even naar de website www.koningvooreendag.nl en daar vind je een kaartje. En op dat kaartje kun je precies zien welke buurt waar ligt en in welke buurt jij dus zelf ook woont. Als je dat allemaal hebt gedaan en de nominatieronde is voorbij, dan gaat een jury al die nominaties bekijken. En die jury die kiest vervolgens de koningen uit die kans gaan maken op die ultieme titel die op 27 april wordt uitgereikt. En die eerste koningen die dus worden uitgekozen door die jury, die krijgen vanzelf bericht. En die gaan online tegen elkaar battelen in een superspannende buurtenbattle. Nou, wij zien je nominatie graag tegemoet. En zet hem op.